bent een studie aan het volgen. Vertel daar eens wat over. Ja, dat is bij de VVCS, vakbond voor de voetballers. En die hebben een hbo-studie opgericht, topsport management en ondernemerschap. Ik zit nu in het derde jaar en het gaat allemaal heel voorspoedig. Ik haal bijna alles. Wat ik net al vertelde, ik heb net onvoldoende 2 weken geleden teruggekregen. Maar voor de rest gaat het allemaal heel goed. En wat zijn nou onderwerpen waar je heel veel vanaf weet? Waar ik heel veel vanaf weet? Nou, ik weet wel, ik vond vroeger op de middelbare school, dat is al heel lang terug. Maar ik vond altijd scheikundige of biologische vakken wel leuk. Je gaf net al aan, Tweede Wereldoorlog vind ik wel altijd interessant. Op National Geographic kijk ik er graag naar. Voor de rest, biologie zou ik maar houden. Ja. Nou, de verwachtingen zijn hoog. Dankjewel, succes. Dankjewel. Gebarbecued. Ik zie geen Q. Heel veel doen het alsnog met een Q, terwijl hier barbecue staat. Maar die is goed. Nou ja, dan tikt het aan gelijk, hè? 6 punten. Heel veel voetballers hebben de vraag goed. In welk land is Justin Bieber geboren? Canada, ik heb een fout. Welk Nederlands model speelde een rol in de film Nova Zembla van Reinhard Oelemans? Duitse Kroes. Die heeft iedereen goed. Bijna Zeker. Iedereen. 5 punten. Nou. Dat is niet veel, hè? Nee, we gaan ze dus bij elkaar optellen. 22. 27. 27 punten. Ja, stel me wel heel erg teleur. Want het zijn allemaal vragen van algemene kennis. Weet je wel, meer kranten lezen, meer nieuws bijhouden. En als je iets meer gewoon, net iets meer aandacht aan besteedt, dan weet je het.